Meneer van Otterloo, voor u zit een muzikale leek. Ik hou wel ontzettend van muziek, maar ik luister naar muziek zonder precies te weten wat ik hoor. Muziek komt bij me binnen, of het komt niet bij me binnen, maar het brengt iets in mij teweeg. Het maakt me vrolijk, melancholiek, beklemd, geërgerd, bewogen, zorgeloos of opstandig. En ik zou nou zo graag eens van u willen weten, hoe reageert u nou op muziek? Ja, ik geloof dat ik in principe net zo reageer als u. Alleen iets bewuster. Ik geloof dat er in dit opzicht geen verschil is, geen wezenlijk verschil tussen een leek, iemand die van muziek houdt, en een muzikus. Muziek is dus voor u eigenlijk een gevoelsmatig, zuiver gevoelsmatige kunst. Ja, het is een gevoelsmatige kunst vanaf het moment dat je het hoort, maar het is niet alleen maar een gevoelsmatige kunst voor degene die het maakt. Een componist die werkelijk niet precies weet wat hij neerschrijft, kan nooit een goed componist zijn. Evenmin als een architect een kerk gaat bouwen zonder dat hij weet wat eruit wordt. Die maakt ook van tevoren een schema en dat doet een componist dus ook. Bestaat er nou voor u een soort supermuziek, een componist waarvan je zegt, ja, die heeft nou muziek gemaakt en waar alles in zit. Die daarom muziek heeft gemaakt waarvan je kunt zeggen, ja, dat is muziek van alle tijden. Ja, er bestaat wel zo'n componist en dat mag ik dan tevens al mijn lievelingscomponist noemen. Ik geloof dat deze componist inderdaad van alle tijden is. Dat is natuurlijk heel moeilijk om het zo definitief te stellen. Maar het is wel een muziek van een uiterste perfectie die een muzikus in alle opzichten volkomen bevredigt. Nou, heeft u dat gehoord, meneer Van Vliet? Wat is uw reactie daar nou op? Ja, een gevoel van rust, van evenwicht. Ik weet niet of ik het mag zeggen, maar van ja, een soort complete muziek. Ja, dan is er ook nog een ander soort muziek die ook compleet is. Misschien niet zozeer muzikaal, als wel wat betreft de verschillende sentimenten die erin zijn verenigd. Een componist die werkelijk van het ene uiterste in het andere valt en een enorme gevoelskala in zijn muziek weergeeft. Als ik een concert bezoek en ik zie dan de gemiddelde concertbezoeker zitten met de serene rust die hij verspreidt, dan vind ik dat eigenlijk vaak soms een beetje gek. Want dat er ontzettend veel muziek is waarbij ik zelf de behoefte krijg om te bewegen. Ja, ik kan me volledig voorstellen wat u bedoelt. Er is natuurlijk zonder twijfel veel muziek die zeer opwindend is. Ik denk aan een symfonie van een beroemde componist waarvan Wagner heeft gezegd dat het als het ware de apotheose van de dans is. Nee, dat was geen dansmuziek. Zeker niet geschreven als dansmuziek. Het heeft een danskarakter. Maar er zijn een aantal stukken in ons repertoire die wel degelijk als dansmuziek geschreven zijn. Ik noem maar op een fragment van een ballet. Er is ontzettend veel muziek waar je warm van wordt. Maar er is ook muziek die je naar de keel grijpt, die je beklemt. Ja, ook juist dat beklemmende kan je natuurlijk gelukkig maken, merkwaardigerwijs. Omdat het ook een schoonheidsontroering kan geven.
Een zeer frappant voorbeeld daarvan zou ik willen laten horen in het volgende fragment, wat geschreven is naar aanleiding van een zeer beklemmend Grieks drama. Misschien zult u kunnen begrijpen dat ik als cabaretier toch wel geïnteresseerd ben in uw antwoord op mijn laatste vraag. Welke rol speelt de amusementsmuziek in het repertoire van het Residentieorkest? Die rol is eigenlijk wel bijzonder beperkt. Wat wij min of meer als amusementsmuziek kunnen beschouwen en ook nog wel eens spelen, dat is een Weense wals. We zouden natuurlijk wel kunnen praten over muziek die een lichter karakter heeft. En daar zijn talloze voorbeelden van. Er zijn composities van klassieke componisten, romantische componisten met een uitgesproken zonnig, opgewekt karakter. Stem alleen is alleen maar een stem, is alleen maar een stem alleen. Maar een stem en een fluit is meer dan een stem of meer dan een fluit alleen. Een bas alleen is alleen maar een bas, is alleen maar een bas alleen. Maar een fluit en een bas is meer dan een fluit of meer dan een bas alleen. Een stem en een bas en een fluit en een hoorn is meer dan een hoorn en een bas. En een bas en een stem en een fluit en een hoorn is meer dan een hoorn alleen. Een stem en een bas en een fluit en een hoorn is meer dan een eerste viool. Maar een viool en een hoorn, een fluit en een bas is meer dan een viool alleen. Trompet, trombone, fagot en hobo is meer dan een pauk alleen. Trompet en trombone, fagot en hobo is meer dan een cello alleen. Een pauk alleen is niet zomaar een pauk, is niet zomaar een pauk alleen. Want een pauk alleen is niet zo alleen als alleen maar een pauk alleen. Een bas en een fluit en een hoorn en een cel en een pauk en een eerste viool. Trombone, trompetten, fagot en hobo is meer dan die allemaal alleen. Een bas en een fluit en een hoorn en een cel en een pauk en een eerste viool. Trombone, trompetten, fagot en hobo zijn zonder elkaar wel alleen. Maar een bas en een fluit, een hoorn en een cel, een pauk en een eerste viool. Een trombone, een trompet, een fagot en hobo, ze kunnen tenslotte alleen. Maar een stem alleen is alleen maar een stem, is alleen maar een stem alleen. Een stem alleen is ontzettend alleen, een stem alleen kan niet alleen.
Maar een stem met een bas en een fluit en een hoorn en een cel en een pauk en viool. Een trombone, een trompet, een fagot en oboe is een stem, maar geen stem meer alleen. La 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 la